maar dan ga ik je even laten zien, Leroy. Ga ik even ik zie het nu al. Ik vind dit al vet. Anders zullen we hier moeten gaan zitten. Lekker, man. Oh, er zit echt veel chloor in. Ja, hè? Oh, dat is echt niet normaal. Op deze mooie vrijdagavond bij Equis. Zorg dat je er op tijd bent. 5:30 aanwezig, want anders is er geen plekje meer. Bon dia mensen, mijn naam is Luis Wichtson en super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Een nieuwe dag in Curaçao en wat gaan we weer eens doen? We gaan weer naar het strand, alleen voor ons is het echt al 12 uur geweest. Als ik zeg dat we naar het strand gaan, dan moet je eigenlijk zorgen dat je gewoon lekker vroeg bent. Alleen Leroy houdt totaal niet van het strand, dus we gaan lekker laat en dan maak je er weer een mooi dagje van. We gaan dit keer naar Casabau en als het goed is komt Leroy hier. Boe! Hey! Ah, waar! Ik dacht, ik laat je schrikken. Nou, Dan. Daar moet je staan. Ja, maar ja, dat kan ik wel daar staan, maar... Ja, dat schiet ook niet op als je hier binnenkomt. Maakt ook niet uit. Ik was net aan het vertellen dat we lekker naar Casabau gaan en dat jij niet zo van het strand hield. Dat we daarom wat later zijn gegaan. Maar dat de kijkers wel vroeg moeten gaan, zodat je een mooi plekje hebt, kun je lekker chillen op het strand. Want het is natuurlijk balen als je daar komt en je hebt geen mooi plekje. Alhoewel, ja, als wij geen mooi plekje hebben, dan... Zijn we aardig de lul, want dan... Ja, maar wij zijn dan meer zo iemand van, we gaan gewoon weg. Ja. Dan gaan we maar niet op het strand liggen, zeg maar. Zijn we er weer klaar voor, Leroy? Yes. Let's go dan, of niet? Jazeker. Zeker weten. Maar jij wel eerst even een... Leroy heeft zo genoten gisteren van zijn batidos en zijn arepa, dat hij eerst nog even... In ieder geval van die batidos, die was echt goed, hè? Even elke ander proberen met die fruit. Die tropical. Die tropical, ja. Ja, die is lekker, man. Dat is zeker een aanrader. Dus mocht je dat gisteren niet gedaan hebben, doe dat vandaag even. Wij doen het iets anders dan jullie het zouden moeten doen. Want eigenlijk komen jullie van het strand. Maar als je lekker op het strand bent geweest, dan gaan we even lunchen bij Santa Marta. Zin in? Even lekker zeker eten. We hebben trouwens ook nog een batidos gehaald vanochtend. Was ook goeie. Ja, lekker. Toch? Eindelijk. De tropical. Die was echt ook heel goed. Dat was top. Ja, een beetje misschien wel beter dan de pina colada. En je hebt ook nog even een arepa gehad met kip. Die was ook goed. Ook heel lekker. Lekker hoor. Maar nu gaan we even hier even wat eten. Daarna gaan wij nog richting het strand. Maar we gaan eerst zo nog naar het uitkijkpunt van Santa Marta. Dat is ook heel mooi. Maar hier heb je ook echt een top uitzicht. Maar dan ga ik je even laten zien, Leroy. Ga ik even ik zie het nu al. Ik vind dit al vet. Anders zullen we hier moeten gaan zitten. Wel heel warm. Maar... Ja, ik wil net zeggen. Dat wordt wel heel warm. En we gaan lekker in de schaduw zitten, maat. Het eten is aangekomen. Lekkere frietjes met een hamburgertje. Oh, yum, yum, yum. Leroy heeft hetzelfde. Helemaal toppie. Waarom we hier ook zijn, hè, mensen, voor het uitzichtje, moet je even kijken. Hoppa. Komt niet zo heel goed naar voren op de camera, helaas, omdat het een wide lens is natuurlijk. Maar het uitzicht hier is echt top. Echt nice. Snel even eten. Ja, snel. Doe mooi rustig aan. Net zo, we zijn die Curaçao, op Curaçao. Het is ondertussen al 2:15, dus mooi laat. We rijden zo dan even naar het uitkijkpuntje. En dan gaan we nog even naar Casabau. Maar we moeten redelijk op tijd terug zijn, want we eten vanavond bij Equis. En dan moet je redelijk op tijd zijn. Dat, 4:15 wil je er eigenlijk wel zijn, want anders zit je in de laatste batch van het eten. En dan duurt het echt super lang voordat je eten hebt, dus hou daar rekening mee. We zijn even doorgereden naar het uitkijkpunt van Santa Marta. En dat is hier. Als je het wil vinden, kijk even op Google Maps. Het staat wel aangegeven, maar het is niet zo heel ver rijden van het landhuis. Heb je nog wat toe te voegen? Wel prachtig om te zien. Dit is wel... Christoffelberg zien daar ook. Ja, klopt. Christoffelberg zie je daar achter. Daarachter zit nog een landhuis. Nog nooit geweest, maar ja, dat maakt dan ook weer niet uit. Oké, we gaan even snel naar Casabau. Moet even kijken of we daar aan het strand gaan liggen, want het is al redelijk laat en we moeten sowieso 5:00 thuis zijn. Dus, ik maak sowieso even wat impressieshots. We zijn weer thuis en Leroy gaat een bommetje doen. En dat wordt even gefilmd door deze jongeman. Kom op, hè. You got this. Oh, ik wil het eigenlijk niet. Jawel, ga. You gotta do this.
Nou, daar ging weer een... Zo gek, kerel, kijk één keer, even zonder gein. Hoeveel water er overheen is gegaan, ja, dat is echt niet normaal. Ja, maar dat komt ook door die vrouw die woensdag het bad helemaal tot hier. Ja, die vult hem altijd echt tot Tokio, zeg maar. Dat is echt niet normaal. Wat vinden jullie trouwens van... Ah, wat vinden jullie... Hé, wat vinden jullie trouwens van mijn nieuwe hoed? Gekocht. Dit is mijn hoed, joh. Nee, dat is mijn hoed nu. Echt niet? 20 gulden bij jou. 20 gulden? Nou, laat hem maar zitten. 20 gulden. Ja. Ik denk in shock. Ja, er zit hier zoveel chloor in dat ding meteen wit wordt. Is niet normaal. En, is die weer lekker? Ja man, hij is weer wel echt lekker. Ja, omdat het nu het einde van de dag is, heeft hij de hele dag lekker in de zon gezeten. Kom er ook in dan. Nah, mooi. Ik heb je nog niet één keer hierin gezien. Nee, dat klopt. Kom er ook van in. Zal ik een bommetje doen? Oké, what are the odds? 1 op 3. 1 op 3? 1 op 3. 1 op 3 dat ik een bommetje in het water doe. Ja. Oké. Okay. 1, 2 of 3, hè? Ja. Oké. 3, 2, 1, 3. Aaaaaaah! Ja, ja. 1 op 3 dat Simba het water in gaat. Nee. Oké, Simba op 3. 1, 2, 3, 5. Dat is niet 3. Nee, dat klopt. Kom er ook in doen. Ja, maar wat krijg ik dan? High five. Nou, dat doe ik er niet voor. Oh. Wat wil je dan? Weet je wat je krijgt? Natte kleren. Daar heb ik ook niks aan. Nee, dat klopt. Oké, nog één keer dan. 1 op 3. 1 op 2. 1 op 2, dat is goed. Oké. Okay. 50% chance om... Oké. 3, 2, 1... 1. Dat is wel heel leuk. Dat is wel, je had een goede 1 kans. 1 op 1. Ja? Ja, 1 op 1. Dat jij een bommetje in dit bad doet. Oké, okay, dat is goed. Oké, okay, 3, 2, 1. 1. 1. Oh nee, oh, nu moet ik het water in springen. Yes. Ik heb het helemaal niet warm of zo, maar ik zal het wel even doen. Want ik heb eerlijk verloren. Let's go. Ah, sucker. Lekker man. Oh, er zit echt veel chloor in. Ja hè? Oh, dat is echt niet normaal. Nee, ze hebben echt gewoon zo'n laag zitten met chloor in en de rest is water. Dat is niet best hoor. Wat Nee. Ik vind het nog best fris trouwens. Ja? Ja, ja. Het is wel lekker koud. Zo, dat is niet normaal. Nee, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet. Je gaat hier gewoon dood aan. Ik blijf gewoon wit. Dat maar is niet met mijn neus onder water, meteen zo zieke prik. Ik word hier gewoon niet bruin. Dat komt door dit bad. Ik denk dat jij straks ook weer gespierwit bent. Grote kans. Nog een keer. Nog een keer. Ah, mag niet nog een keer, want één bommetje per week. Het is tijd voor een hapje en dat doen we op deze mooie vrijdagavond bij Equis. Zorg dat je er op tijd bent. 5:30 aanwezig, want anders is er geen plekje meer. Het was nu nog redelijk rustig, maar het is 5:30 ongeveer. Dat was Equis en mocht jij eventueel niet naar Equis willen, dan kun je naar Mambo Beach. En dan kun je een happy hour meepakken van 5 tot 6 bij Chill in ieder geval. En je hebt ook van 5:30 tot 6:30 bij Bonita. Dus dat is ook allemaal mogelijk. En dan kun je gewoon een lekker hapje eten bij Mambo Boulevard. En dan kun je naar, even denken, Mexicano El Grill of zo. Dat is ook echt top eten. We gaan nu nog even snel een ijsje halen om de dag mooi af te sluiten. En dan gaan we weer lekker richting huis. Ik ben helemaal vergeten de ijsjes te filmen. En ook te vertellen volgens mij waar we überhaupt een ijsje hebben gegeten. We hebben een ijsje gegeten bij Suikertuin Gelato. Nou, als je Gelato Suikertuin zoekt, dan vind je het wel. Heb ik nou al een keer verteld waar ze moesten ontbijten of niet? Volgens mij nog steeds niet. Volgens mij nog steeds niet. Oh mijn god. Zijn en het is al aangekomen aan het ontbijt van morgen. Ik wou net zeggen. We zijn ondertussen ook alweer aan het einde gekomen van deze vlog. Maar mocht je een ontbijttentje voor vandaag zoeken. Want wij hebben gewoon lekker thuis ontbeten. Maar Petit Sophia is een superleuk tentje. Moet je zeker even een keer checken. De Pink Pastry Show. Oh nee, mag ik niet zeggen. Wat is het? De?
Pink pastry? Pastry of pastry? Laat het even weten in de reactie wie het goed heeft. Of Leroy of ik. Ik ga jullie bedanken vandaag voor het kijken. Mocht je nou een leuke video vinden, doe even dat blauwe duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren. Maar morgen om 4:15 staat er weer een gloednieuwe vlog online speciaal voor jou. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg en dat is ajo, thema Jan. Oftewel doei en tot morgen. Jeet.